Taekwondo. Oeh, wat is dat? Hey, eindelijk de zee. Is dit nou de Middellandse Zee? Ja, waar zijn we nu? We zijn in Caesarea. Ave Caesar! en waar zijn Asterix en Obelix dan? Ja. Die wonen in Gallië. En dat is heel ergens anders. We zijn nu in Judea. Ja. En dit was toen de hoofdstad van de provincie Judea. En in het Romeinse Rijk. Oh, maar lopen hier ook even zwijnen rond? Nee, maar wel kamelen. En er woonden toen hier ook veel Romeinse soldaten. Kamelen. Oh, gingen die Romeinse soldaten naar de kerk? Ja, gingen die hier ook met de kerk beginnen? Nou, zo gemakkelijk ging dat toen niet. Oh. Vorige keer hebben we gehoord dat Filippus bij de Samaritanen over Jezus vertelde. En dat er toen een kerk ontstond. Oh ja, dat waren de Joden die boos werden omdat Filippus over Jezus vertelde. Ja, precies. En toen werd Filippus naar de heidenen gestuurd. Heidenen? Wat zijn nou weer heidenen? Wat zijn nou weer heidenen? Heidenen zijn mensen die niet bij de Joden hoorden. En met deze mensen mochten de Joden niet omgaan. De apostelen dachten dat ze alleen maar aan de Joden over Jezus moesten vertellen. En ook de Samaritaan. Maar niet de Romeinen. Dat was ook nog eens de vijand. De bezetter. Oh, niet is bij Asterix en Obelix. Ja, rare jongen die Romeinen. Ja. Maar eerst moest God Petrus iets bijleren. Oh, hoe deed hij dit dan? Ja, hoe dan? Dat deed hij door een droom. Waarin hij vertelde dat de heidenen ook gewone mensen zijn. En dat Petrus best met ze mag optrekken. En toen vertelde God, in een droom, dat er iemand bij zijn huis zou komen om te vragen om mee te gaan naar Caesarea, naar het huis van een commandant van het Romeinse leger. Oh, en gebeurde dat ook? Ja, gebeurde dat ook zo? Ja, er kwam inderdaad iemand en Petrus ging met hem mee. Maar hoe wist die Romein dan dat hij naar Petrus moest? Dat had God hem ook in een droom laten zien. Oh, dus God heeft het allemaal zo geregeld? Ja, en Petrus ging toen begrijpen dat God wil dat de apostelen ook aan de heidenen over Jezus gingen vertellen. Woehoe! Oh, wat gruwelijk! Jullie vet, man! Cool! Oké, je moet ook weer op je Facebook worden gezet! Ja! Selfie time! Ik ben nou, hè?